Twee belangrijke redenen om liever niet te beginnen met een vraag. De eerste reden is dat je het risico loopt dat het publiek zegt, hoezo? Voorbeeld, ongetwijfeld heeft iedereen in de zaal wel een hypotheek afgesloten. En dan is er een reactie uit de, za uit de zaal, hoezo? Dan ben je verplicht om daar te antwoord op te geven en het haalt je uit je verhaal. En je loopt het risico dat je heel moeilijk terugkomt. Dat is één reden. De tweede reden is dat heel veel mensen in het publiek last hebben van spreekangst en liever geen aandacht willen. En wanneer jij ze aandacht geeft door ineens een vraag aan hen te stellen en op een antwoord te wachten. Dat voelt voor veel mensen in het publiek niet goed. Ze worden alert op zichzelf, ze worden alert op hun eigen gevoelens. En heel veel van wat je daarna zegt, dringt bij deze mensen niet meer door. En laat ik even duidelijk zijn: we zijn allemaal ooit geboren met spreekangst. En veel mensen hebben daar vandaag de dag nog steeds last van. Houd er rekening mee, hou het volkomen bij jezelf. Een vraag stellen mag als je op voorwaarde dat jij meteen het antwoord geeft.